En eventjes kijken wat ik jij hebt hier. En nog twee sleutels voor de nummer 2 dit jaar. Gaan zodat we de professionals hun werk kunnen laten doen. Die zien we ergens in de voorste regionen lopen. Nog iets wat onduidelijk wie daar als eerste en als tweede gaan. Ik zie in ieder geval Maya Blokdijk uit de Rijp. De nummer 2 van het afgelopen jaar. Zij zit er natuurlijk bij. En ja, Claudia Rijkoff uit Wervershoofd. Uit Amsterdam, en daar zien we ook met de rug nummer 84, Jurie Vos, afkomstig uit Heerhugowaard. En zo de GoPro al in het zicht. Gevolgd door de nummer 18, Jelle Kreuk uit Amsterdam, de nummer 36. En dat is Sven Elsem uit Zwaagdijk. En hier loopt ook Sven Reus uit Hoogkastel. Ja, Sven Reus toch altijd traditioneel iemand die ook meedoet om de bovenste plekken. Maar er heeft de koning vandaag net iets te hoog gegrepen voor hem. Iemand die graag op het hoogste plekje van het eerste schot wil staan. Het is Sven Groot uit Zuid-Schermen. Maar hij kennen natuurlijk de nummer 1 van 2016. De man die hier komt. Hij is op het podium. Hij moet gas geven. De nummer 3, Les Insing. Die zien we ergens in de voorste regionen lopen. Nog iets wat onduidelijk wie daar als eerste en als tweede gaan. Ik zie in ieder geval Maya Blokdijk uit de Rijp. De nummer 2 van het afgelopen jaar. Zij zit er natuurlijk bij. En ja, Claudia Rijkoff uit Wervershoofd. Amsterdam, nummer 2. En daar zien we ook met de rug nummer 84, Jurie Vos, afkomstig uit Heerhugowaard. En zo de GoPro al in het zicht, John Verschagen. Ja, ik zie. En dan was het nummer 80. Nummer 80. Ik moet even kijken hoe de Adams uit Heerhugowaard zie ik daar komen. En daarom is ook een aantal dames onder wie met rug nummer 19. Bonnie Schilder uit Purmerend. En ook met nummer 12 is erbij. Merel Wijker iets dichter bij huis bij Averhoorn. En daar zien we ook Pauline Fransen. Zij is afkomstig uit Sint-Pancras. Gaat niet meer de sloot in. Doet het iets wat lastiger, maar zij is de enige niet.
Want we zijn hier bij het veld aangekomen dat niet voor een snelle... Dat is Schermer, herkennen we natuurlijk. De nummer 1 van 2016, de man die...